als ze een grote motor fungeren en proberen ze geen tijd te verliezen in de ploegentijdrit. En daarbuiten toch voor mezelf denk ik proberen een etappe te winnen. En ja, misschien beter te doen als 2009, toen ik ook toeval voor het eerst reed. Nee, nog niet echt. Ik heb al een paar keer gekeken, alleen ik moet even nog goed doorheen bladeren. Ik ga het zeker proberen mijn kansen te pakken die er komen gaan en ik ga dat proberen. Ik rij ook niet echt heel veel sprinters, dus misschien zijn er wel net even iets meer kansen als in een Tour bijvoorbeeld dat er een groep weg gaat blijven. En toen in 2009 heb ik ook niet echt gezocht eigenlijk naar een etappe. Dat kwam eigenlijk zo, dat komt op je pad denk ik. En dat was best nog een lastige etappe met de aankomsten. Of geen aankomst, was vlak wel, maar ook een klimmetje voor de aankomst. Dus dat was eigenlijk best nog wel lastig. En dus ik moet nu gewoon wel een paar keer in de rondeboek kijken. Maar gewoon lekker koersen en dan kijken of dat je een dag echt goed bent, dat je dan mee kan zijn. Als we met een van onze klassementsrenners denk ik een mooie klassering hebben in het klassement. En voor mezelf denk ik als ik een etappe heb gewonnen en dat ik hetzelfde als 2009 kan herhalen.